Tijdens deze uitlegvideo duiken we in de wereld van de SWOT. Hier zie je een voorbeeld van een SWOT. En daar gaan we eens verder naar kijken. Waar gaan we het namelijk over hebben? Waar staat de afkorting SWOT nou eigenlijk voor? Waarom zou je als bedrijf een SWOT-analyse maken? En wat is nou eigenlijk de interne en de externe omgeving van een bedrijf? En wat behoort tot de micro, meso en macro omgeving? En wat hebben die dingen, die factoren, die interne en externe omgeving en dat micro, meso en macro nou eigenlijk met die SWOT te maken? Nou, hier zie je nog even weer die SWOT staan. En de afkorting SWOT staat voor strengths of ook wel sterktes, weaknesses of zwaktes. En de S en de W die zijn intern gericht. Dat zie je hier ook terugkomen. De sterktes en de zwaktes hebben een interne herkomst. Dat betekent dat zijn dingen die worden binnen het bedrijf zelf bepaald. Daar heeft het bedrijf invloed op. Daarnaast heb je ook nog de O, de opportunities, ofwel de kansen van het bedrijf. En de T, de threats, de threats. En dat zijn de bedreigingen. En die zijn dus extern, hebben een externe herkomst. Met andere woorden, die komen van buiten het bedrijf. Bijvoorbeeld uit de bedrijfstak of uit de wereld. En daar heeft het bedrijf dus geen invloed op. Dus kansen en bedreigingen hebben een externe herkomst. En sterktes en zwaktes een interne herkomst. Waarbij kansen en sterktes natuurlijk positieve factoren zijn. Daar kan je als bedrijf iets mee. En bedreigingen en zwaktes zijn natuurlijk negatieve factoren. Nou, laten we eens kijken naar de micro, meso en macro omgeving. Want wat heeft dat nou met die SWOT te maken? Nou, als je kijkt naar bijvoorbeeld naar een bank zoals de Triodos Bank. Dan is de micro omgeving van die bank is het bedrijf zelf. Dus de werknemers, de locaties waar ze gevestigd zijn. Met andere woorden, de micro-omgeving, daartoe behoren alle dingen waar het bedrijf invloed op heeft. Dus waar de Triodos Bank zelf invloed op heeft. En dat bepaalt dus de sterktes en de zwaktes van het bedrijf. Want die waren intern, hadden een interne herkomst. De meso-omgeving van de Triodos Bank is de sector waarin de bank actief is. Dus dan is dat de sector, de bancaire sector, de financiële sector, met bijvoorbeeld de concurrenten waar ze mee te maken hebben. Dus de meso-omgeving gaat over de bedrijfstak of de branche waarin een bedrijf actief is. Wat voor dingen spelen daar? En dat is natuurlijk al de externe omgeving van de Triodos Bank. Daar hebben zij verder geen invloed op, want de Triodos Bank kan niet beïnvloeden wat de concurrenten verder doen. Dat is een gegeven. En daaruit komen dus de kansen en de bedreigingen. Zo ook met de macro-omgeving, dan moet je nog groter denken. Dus op wereldniveau, buiten de bedrijfstak van de banken ook. Dus op andere vlakken, gezondheidszorg, denk aan corona bijvoorbeeld. Ook daar heeft de bank geen invloed op. Maar het valt zelfs ook buiten die bedrijfstak. Dus uit de micro-omgeving komen de sterktes en de zwaktes. En uit de meso- en macro-omgeving, dat is ook wel de externe omgeving van het bedrijf, komen dus de kansen en de bedreigingen. Nou, gaan we een oefeningetje doen met de SWOT. Zet de video eens op pauze zometeen. En ga dan eens voor jezelf na. Is dit nou een sterkte, een zwakte, een kans of een bedreiging? En dan hebben we de volgende op een rij staan. De Triodos heeft een sterke marketingafdeling. Is dat nou een S, een W, een O of een T? De ECB stelt hogere kapitaaleisen aan banken. Het ziekteverzuim onder personeel is erg laag van de Triodos Bank. Er heerst een coronapandemie. Duurzaamheid staat hoog op de politieke agenda. En de Triodos Bank is een duurzame bank. Dus dat heeft natuurlijk invloed op de organisatie. En banken in het algemeen hebben een negatief imago onder burgers. Nou, kijk nu eens voor jezelf van deze 6 dingen of dat nou een sterkte is, een zwakte, een kans of een bedreiging voor de Triodos Bank. Hierna op de volgende sheet ga ik ze even met je doornemen. Dan gaan we ze nu doornemen. Dus Triodos heeft een sterke marketingafdeling. Nou, daar hebben ze zelf invloed op. Dus dat is een sterkte van de Triodos Bank. De ECB, de Europese Centrale Bank, stelt hogere kapitaaleisen aan banken. Nou, dat heeft natuurlijk te maken met de bedrijfstak, de meso-omgeving van de Triodos Bank. Dus dat komt uit de externe omgeving. Dat is dus een bedreiging. Nee, want door die hogere kapitaaleisen kan de Triodos Bank misschien minder bedrijfsactiviteiten ondernemen. Dan 3, het ziekteverzuim onder personeel is erg laag.
Nou, dat is iets waar natuurlijk de bank zelf invloed op heeft. En dat is natuurlijk positief, dus dat is een sterkte. Er is een coronapandemie. Nou, dat is echt op macroniveau. Daar kan de bank verder geen invloed op uitoefenen. En het valt ook buiten de bancaire sector. Dus dat is echt een bedreiging. Duurzaamheid staat hoog op de politieke agenda. Valt ook wat dat betreft buiten de echte sector van de Triodos Bank. Dus dat is een opportunity of ook wel een kans. En als laatste, banken in het algemeen hebben een negatief imago onder de burgers. Nou, dat is natuurlijk, heeft met die sector te maken waarin ze actief zijn. De meso-omgeving, en daar hebben ze dus geen invloed op. En het is dus een T, een bedreiging. Nou, hoeveel had jij hiervan goed? Gaat het nog af en toe mis in dit oefeneertje? Maak dan eens een extra oefening of een aantal extra oefeningen over de SWOT-analyse uit je boek. Als laatste, waarom zou je als bedrijf nou een SWOT-analyse maken? Nou, het geeft je een goede basis voor je marketingstrategie. Dus hoe je je marketing op de lange termijn gaat aanpakken. Waarbij je natuurlijk kan inspelen op onder andere de kansen, hè, vanuit je sterktes. En het maakt toekomstmogelijkheden die je als bedrijf hebt inzichtelijk. En dan moet je denken aan welke nieuwe markten zou je kunnen betreden of welke nieuwe producten zou je kunnen lanceren. Tot zover deze video. Ik hoop dat het allemaal duidelijk is geworden. En het is vooral handig om nog wat te oefenen. Word zeker even abonnee, moeilijk woord, van het YouTube kanaal. En volg me op Instagram, @hulpbijeconomie. Top dat je het gekeken hebt en tot de volgende video. Doei!